Het telecommunicatiebedrijf Telesur heeft vanmorgen een overeenkomst getekend met de stichting Eelse Hena Hiwit Juridische Bijstand voor Vrouwen. De samenwerking houdt in dat de stichting adviezen zal verschaffen in voorkomende gevallen van seksueel molest op de werkvloer. Sigmund Staphorst, directeur van de stichting, zegt dat zij al een poosje bezig zijn seksueel molest op de werkvloer te bestrijden. Eigenlijk zorgt de stichting ervoor dat het preventief beleid komt, benadrukt Staphorst. En wat wij heel graag willen is dat er een nationale wet komt in Suriname. En dat middels de wet de bedrijven eigenlijk de gelegenheid krijgen om beleid te maken op het gebied van seksueel molest. Zodat iedereen, vrouw en man, die gemolesteerd wordt op de werkplek, de overtuiging heeft dat er maatregelen getroffen worden en dat ze beschermd zijn, zodat ze op een goede manier hun werk kunnen doen en elke dag tevreden naar kantoor komen of naar hun bedrijf. En wij zijn blij dat, omdat wij heel erg hard trekken aan nationale wetgeving en een poosje bezig zijn met Telesur. We zijn echt blij dat Telesur heeft gezegd, wij wachten niet tot er een wet komt die ons verplicht om beleid te maken. Telesur-directeur Mike Antonius benadrukt dat deze samenwerking naar een breder niveau wordt gebracht. Het zal dus meer zijn dan alleen maar het verzorgen van trainingen, zegt hij. Volgens de Telesur-directeur zullen wij met z'n allen gerichter aandacht geven aan deze materie. Nou, kijk, je hebt natuurlijk wat incidenten gehad en als er incidenten zijn, dan is het belangrijk dat we duidelijkheid geven, dat we transparant zijn, maar dat we ook kijken naar hoe organiseren wij ons om zeg maar hiermee om te gaan. Dat mensen zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen, maar aan de andere kant zeg maar dat we het correct afwikkelen. Want wat je ook wel merkt is dat zaken niet altijd correct afgewikkeld worden en dan kunnen dingen ook een eigen leven leiden. Dus voor ons is het belangrijk om te zeggen dat vanaf vandaag, dit zijn onze afspraken, zo organiseren we ons, waardoor mensen niet de behoefte hebben om allerlei onaangename dingen ook te gaan doen naar elkaar. Want dan kom je dan ook wel weer in een ander vaarwater terecht van of laster, of pesterij, of wat dan ook. En dat zijn dingen die we in ieder geval binnen ons bedrijf duidelijk over willen zijn. En een onafhankelijke groep hebben waar men terecht kan. Mike Antonius, directeur van Telesur. Hij sprak vanmorgen na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Telesur en Stichting Eelse Hena Hiwit Juridische Bijstand voor Vrouwen. De ondertekening vond plaats op het Telesur Opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg.